Je zou er maar in je straat hebben liggen. Een echte prehistorische grafheuvel. Nou, de mensen hier in de Frans Halslaan in Doorn, die hebben dus dat geluk. Want hier ligt hij. Ja, dit is hem. Ontzettend mooi. Hij is ook in 2020 een beetje hersteld en teruggebracht naar zijn oude glorie. En deze is vastgesteld tijdens ons grafheuvelonderzoek van de gemeente. We zijn al jarenlang bezig om al die heuvels te onderzoeken of het grafheuvels zijn of niet. Nou, dit was er dus echt eentje. En nu zijn we bezig met de allerlaatste grafheuvels van dit gebied. We gaan er nog 27 onderzoeken en dan hebben we ze allemaal onderzocht. Ik ben heel benieuwd. Als je ergens loopt, in een nieuwbouwwijk of in een natuurgebied en je stuit op een grafheuvel, dan overvalt je verwondering. Dan denk je, hoe is het mogelijk dat hier al 4000 jaar een grafmonument ligt? En ik kan hem gewoon nog aanraken, ik kan hem zien. En dat maakt het heel leuk, want een grafheuvel is als het ware een tijdscapsule, waarin heel veel informatie over het verleden is vastgelegd. En archeologen kunnen met wetenschappelijke technieken die informatie uit de heuvel halen. En het verhaal dat dan ontstaat, verrast altijd weer. In 2015 werd door toenmalig gemeentearcheoloog Annemarie Luxe het startschot gegeven van het grafheuvelonderzoek. Enkele honderden heuvels die binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug geregistreerd stonden als grafheuvel, werden vanaf toen elk najaar met grondboringen onderzocht om te controleren of het daadwerkelijk grafheuvels waren of niet. Inmiddels zijn bijna alle heuvels bekeken en zijn we toe aan de laatste groep kanshebbers. En vandaag begint de laatste campagne. Nou, het is zover. Dag 1 van de allerlaatste editie van het grafheuvelonderzoek. Het is gelukkig prachtig weer. Alleen weet ik eigenlijk niet precies waar ze nou zijn. Ik zie hierachter wel allerlei begravingen, maar we zijn op zoek naar oudere begravingen dan dit. Dus we moeten maar gewoon gaan zoeken. We zullen zien. Ja, we zijn al een eindje het bos in. En ik hoor al wel wat, maar ik heb ze nog niet gezien. Maar volgens mij, het geluid komt daar ergens vandaan. Dus ik ben wel benieuwd. Even kijken. Ja, ik zie wat oranjes. Twee oranje vlekjes. Hey! Sjoerd en Damien van onderzoeksbureau Achol doen al jaren onderzoek naar de grafheuvels in de gemeente. Eens kijken of ze vandaag al iets ontdekt hebben. Ja, gevonden! Ik heb je gevonden! Je bent er. Ja. Ik zie dat je al aan de eerste begonnen bent. Ja, dit is de eerste boring die we zetten. En, nog een resultaat? Nog niet. We zijn nog even aan het kijken waar we precies staan. Het is nog even lastiger. De eerste boring maakt niet helemaal duidelijk wat het nou is. Bij de grond van de boring hebben we hier in deze buis uitgelegd. Ja. Dit is de bovenkant. Als eerste zie je natuurlijk al het plantmateriaal dat in het bos gewoon ligt. Dat ligt natuurlijk overal in het bos. En dan daaronder zie je die zwarte laag. Dat is eigenlijk gewoon je humeuze bosgrond waar de planten hun voeding uithalen. En daaronder zie je allemaal verschillende zandlagen. Wat nou opvalt is eigenlijk dat dit pakket vrij schoon eruit ziet. Vrij schoon zand. Ja. Je ziet er eigenlijk weinig in. En dat is eigenlijk niet wat we bij een grafheuvel verwachten. Dus daarom twijfelen we nog wel. Ja, want een grafheuvel die zou dan eigenlijk met plaggen of in ieder geval met... Die zijn meestal met plaggen of die zijn in ieder geval opgeworpen door mensen. Ja. En dan krijg je natuurlijk toch vermenging van verschillende lagen en van verschillende soorten grond. Dus dat ziet er vaak een beetje rommelig uit als je dat opboort. Dus we herkennen vaak een grafheuvel. Ja, dit is te schoon eigenlijk. Ja, maar wat natuurlijk bij een grafheuvel wel het geval is, als je een grafheuvel opwerpt, dan de oude bodem eronder die raakt afgedekt. En dat zien we dan wel weer. Oh ja. Hier zo gebeuren. Ja, inderdaad. Dit is een tweede zwarte laag. En daarom gaan we dan nog een paar boringen bijzetten in de hoop dat we daar achter gaan komen. Goed plan. Ik ben benieuwd. Ja. De aanvullende boringen laten een recent verstoorde bodemopbouw zien, waardoor we kunnen concluderen dat dit geen grafheuvel is. Gauw naar de volgende. Nou, de eerste was dus helaas niks. Ja. Dan gaan we op zoek naar de volgende. Ja. Wat heb je hier dan... Het apparaat is een GPS. Ja? Eigenlijk net als een auto, maar dan wat nauwkeuriger. Ik heb alle grafheuvels die we gaan onderzoeken nog, die heb ik allemaal ingeladen hierin. Dus ik kan precies zien waar ze liggen.
Oh. Met coördinaten. Nou, mooi. En we lopen nu naar de volgende toe. Ik ben benieuwd. Let's go. Ja. Waarheen? Daarheen? Als het goed is hier langs de rand ergens. Oké, nou. Nou, dan waren we dus op zoek naar de volgende, maar hij blijkt gewoon hier al te liggen. Klopt? Ja, we staan er al naast. We staan er al naast. Nou. Dit zou moeten zijn. Nou, super. Ja. Boren maar. We gaan eens kijken. Yeah. Maar ook deze heuvel blijkt een natuurlijke oorsprong te hebben. Weer geen succes dus. Maar we hebben er nog een flinke hoeveelheid te gaan. Het valt trouwens op dat het merendeel van de heuvels verscholen ligt in dicht bebost gebied. Lagen ze 4000 jaar geleden ook al zo verborgen? Waarschijnlijk niet. Om een voorbeeld te zien van hoe de grafheuvels mogelijk oorspronkelijk in het landschap lagen, moeten we even buiten de gemeentegrenzen kijken. Nou denk je misschien, hé, dit is niet de Utrechtse heuvelrug. Nou, dat klopt. Dit is namelijk de Rechte Heide in Goorle, net onder Tilburg. En hier liggen ook een aantal grafheuvels. En het verschil is dat de grafheuvels op de heuvelrug, die liggen verscholen in de bossen. Maar hier liggen ze eigenlijk zoals ze oorspronkelijk zichtbaar zijn geweest in het landschap. En daar liggen ze. We gaan eens kijken. Deze grafheuvels zijn in 1935 opgegraven, helemaal onderzocht. En tijdens dat onderzoek vonden ze allemaal paalgaten rondom de grafheuvel, als een soort krans. En die hebben ze dus hier gereconstrueerd. De heuvels liggen op de rand van een lager gelegen beekdal en zijn dus vanuit de wijde omgeving goed te zien. De bouwers hiervan lijken hiermee te willen roepen, kijk eens, hier liggen onze voorouders. Waarschijnlijk zijn de grafheuvels op de Donderberg in Leersum, vlakbij de tombe van Nellestein, met dezelfde bedoeling opgericht. Deze grafheuvels liggen namelijk aan de rand van het smeltwaterdal in de Heuvelrug, de Darthuizerpoort, waar nu de N226 richting Maarsbergen doorheen loopt. Dit was een goed zichtbare plek om de voorouders te begraven. Maar goed, terug naar ons onderzoek. Deze laatste campagne heeft vooralsnog niet veel opgeleverd. Zouden we nog wel een grafheuvel gaan vinden? Nou, we zijn alweer een paar dagen verder in het grafheuvelonderzoek en tot nu toe zijn er eigenlijk nog niet eens zo heel veel grafheuvels echt bevestigd. Maar ik weet al waar het aan ligt, want worden pas grafheuvels als we onderzoek doen tijdens regen. En surprise, surprise, vandaag regent het. Dus ik heb er een hele goede hoop op vandaag. Maar ik moet ze eerst nog even zien te vinden. Ja, we zien wel. En het is ongelooflijk maar waar, op deze regenachtige dag ontdekken we een echte grafheuvel. En het gebeurt precies als we een verslaggever van RTV Utrecht op bezoek hebben. Hier zie je dus een heel omgewerkt en opgehoogd pakket. Dit is echt door mensenhanden gedaan. Je ziet hier echt kluiten tussen zitten. Stukjes band, dus dit zijn plaggen die mensen hier naartoe hebben gebracht. Dit niveau is het oude loopniveau van de prehistorie. Dus hier hebben de mensen ook daadwerkelijk op gelopen. En hier is dus dat hele pakket opgebracht. Maar als je hier dus kijkt, hier heb ik dus gewoon de voetstappen van onze voorouders te pakken. Dat is toch prachtig? Dit is inderdaad prachtig. Deze laatste campagne is dus helemaal geslaagd en wordt hiermee positief afgesloten. Na afloop van het onderzoek ga ik eens langs bij het kantoor van de onderzoekers om de eerste resultaten te bekijken. Welkom bij Argel. We zijn hier op ons kantoor. Hier werken de onderzoeksgegevens uit. En in deze kamer ben ik voor het grafheuvelonderzoek bezig. Laten we even kijken. Sjoerd laat wat vondsten zien uit de vorige campagne, waar aflevering 1 van deze serie over gaat. Oké, en dit zijn dus de vondsten die je de vorige campagne hebt gevonden. Ja, deze in die echte grafheuvel. Ja, dat klopt. Deze vondsten hebben uit een van de boringen gehaald. De grond uit de boring hebben we bemonsterd. Dat hebben we uitgezeefd. Dit hebben we erin gevonden. Mooie stukjes aardewerk. Dit is de rand van een potje. Er zit zelfs een klein stukje versiering op. Ja. Het is maar een heel klein stukje, dat komt natuurlijk omdat het uit de boring komt. En wat zijn die groefjes zijn de versiering? Ja, dit lijkt een stukje versiering te zijn. Ja, inderdaad. Hè. Oh, mooi. Maar dit is de rand en de rest van de pot die ligt natuurlijk nog in de grafheuvel. Ja. Oh, maar wat zit daar nou in? Het is allemaal
stukjes houtskool. En waarschijnlijk is dat meegekomen van het verbranden van de overledene die daar begraven is. Want dan begraven ze de crematieresten, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Dus dat zijn dan stukjes bot en stukjes houtskool. En die begraven ze onder die grafheuvel. Dus dit zijn stukjes brandstapel? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat leuk. Ja, dit is ongeveer wat je moet voorstellen bij die crematieresten waar ik het over had. Dat zijn dus gewoon eigenlijk stukken verbrand bot van de brandstapel. En wat we dan zien is dat de mensen, de nabestaanden eigenlijk, dat ze die restenbot van de overledene alsnog ergens begroeven. Dus in dit geval onder de grafheuvel. Maar dit is van een ander project van ons. Ja, ter illustratie. Ja, wat je een beetje moet voorstellen wat er nog onder zo'n grafheuvel ligt. We praten nog even na over alle onderzoekscampagnes en over wat er de afgelopen jaren allemaal ontdekt is. Maar hebben we nu ook echt de laatste grafheuvels onderzocht? Het lijkt er namelijk op dat de heuvelrug toch meer grafheuvels herbergt dan we dachten. En dat is te danken aan Erfgoed Gezocht, een burgerwetenschapsproject waarbij deelnemers op hoogtekaarten mochten aangeven of ze een grafheuvel dachten te herkennen. Dit heeft vele duizenden nieuwe waarnemingen opgeleverd. En hoewel dit niet betekent dat we er in één klap duizenden grafheuvels bij hebben gekregen, is het wel duidelijk dat er nog veel onbekende archeologie in ons landschap verborgen ligt. Aan het begin van deze aflevering zei ik nog dat we aan het eind van het grafheuvelonderzoek alle grafheuvels onderzocht zouden hebben. Maar met het project Erfgoed Gezocht is wel gebleken dat er misschien nog wel veel meer grafheuvels in onze gemeente kunnen liggen. En hoe dat zit, kunt u bekijken tijdens de Nationale Archeologiedagen op 17 juni 2022. En als klap op de vuurpijl wordt er ook nog eens van alles verteld over de resultaten van het afgesloten grafheuvelonderzoek. Want wat dat onderzoek betreft kunnen we wel terugkijken op een geslaagd onderzoek met fantastische resultaten. De Utrechtse Heuvelrug heeft andermaal bewezen dat het een unieke archeologische schatkamer is. Tot de volgende keer.